Met deze ondertekening is het redden van het museum in het Fort Hoek van Holland een feit. Vorig jaar ging het nog dicht, omdat de huur niet meer kon worden betaald. Er moest ineens bijna 128.000 euro meer aan huur worden betaald. De stichting van het museum is dan ook enorm blij dat het open kan blijven. Nou, ontzettend opgelucht. Het is een van de doelstellingen van de stichting om dat museum te behouden en naar buiten te brengen en het fort te behouden. En die doelstelling is voorlopig nu voor 5 jaar en ik denk wel voor langer hoor, maar het contract loopt voor 5 jaar. Dus dan is het gewaarborgd. Ondernemer Jurgen Beumer wordt de nieuwe eigenaar van het fort. Hij zal naast het museum er ook allerlei commerciële activiteiten gaan exploiteren. Zoals een hotel en uiteraard. Een goed museumcafé dat de bezoeker overdag een lekker broodje kan eten. 'S Avonds ruimte exclusief voor de zakelijke markt, verhuur. Maar ook trouwlocatie, vergaderlocatie, de private dining. Dus ja, in de kelders, wijnproeverijen, champagneproeverijen. Nou, dat is een beetje in het kort wat we voor ogen hebben. Door alle commerciële activiteiten hoeft de stichting van het museum nu geen huur meer te betalen aan de nieuwe eigenaar. Het is eigenlijk gewoon weer een win-win situatie. Hun kunnen gebruik maken van ons mooie museum. En wij kunnen de stichting in stand houden die het museum en het fort in stand houdt. En dan geen gezeur meer in de toekomst over de huur niet meer kunnen betalen? Voorlopig niet, nee. Enige voorwaarde is wel dat het museum 6 dagen per week open zal gaan en volledig zal worden gemoderniseerd. Nu zijn er zoveel gangen dat je erin verdwaalt. En zonder gids kom je er ook niet uit. Met behulp van moderne technieken moet je straks zelf interactief door het museum kunnen lopen. Het museum hoopt door deze verbeteringen jaarlijks zo'n 50.000 bezoekers te trekken.